Het is een heel complex verhaal, maar ik denk met een parkeerverbod alleen dat je er niet zo snel bent. Het parkeerverbod voor scooters zal er misschien aankomen. Wat denkt u daarover? Ik ben er bang voor dat het helaas niet helpt, want dan mogen ze nog steeds door de stad heen rijden. En dat gaat veel te hard. Ik vind het echt een beetje lastig als het verbod wordt eigenlijk. Ik heb er zelf een hard hoofd in. Ik denk namelijk dat ook de helft van de scooters hier het gewoon gebruiken om snelste weg van A naar B te komen. En vooral die jongens en meisjes, die vormen het probleem. Mag wel mee direct verboden worden. Ja. Ik vind het ondingen. Ze schieten overal langs je heen als je loopt. Ik vind het gewoon gevaarlijk. Ja, negatief. Waar moet hem dan eerst zijn? Ja. Helemaal goed. Ze rijden je zowat van de sokken. Dus daar ben ik wel voor. Nee, eigenlijk niet. Dat vind ik wel heel onhandig. Dan moet je er buiten gaan parkeren en een heel stuk lopen. Ze rijden echt soms wel met 30, 40 en soms 50 hier langs. Hun houden totaal geen rekening. De fietsers ook niet hoor. Maar de bromfietsers, de scooters al helemaal niet. Met andere mensen. Die rijden als een bezetene hier door de stad. Ik heb zelf twee jonge kindjes ook. Dit is gewoon gevaarlijk. Het is wachten op ongelukken. Nou ja, net zoals een paar dagen geleden ook al gebeurde. En ik denk dat vooral die mensen die snel van daar naar de andere kant willen gaan, die gaan even snel door de stad. En die heb je daarmee niet te pakken met een parkeerverbod. Dus het is een heel complex verhaal. Maar ik denk met een parkeerverbod alleen dat je er niet zo snel bent.